wordt ook heel veel op saxofoon gespeeld, maar dat weten heel weinig mensen eigenlijk. De Schumann is eigenlijk voor hoorn, maar wordt misschien wel meer op cello gespeeld dan op hoorn. Hoor je in ieder geval vaker. Nou. Je hoort het vaker. En ik doe het nou op tenorsax. En we kwamen net tot de conclusie dat het eigenlijk de mooiste, tenminste ik kwam tot de conclusie, eigenlijk de mooiste versie is, die voor tenorsax. We beginnen het concert met een stuk van de Haagse componist Peter van Onne, Cairo Awakens. Dat is een stuk wat hij vorig jaar voor ons heeft gemaakt. Dus het is nog vrij vers van de pers. En dat is wel volgens mij, voor zover ik de programmering kan zien, een bijzonderheid op het festival. Echt zo'n jong stuk. En dan ook nog een Haagse componist. Dat vind ik wel erg leuk. Op te tellen. Het is geschreven voordat het hele gedoe in Egypte begon eigenlijk. Maar het is nu toch nog eigenlijk heel erg actueel geworden. Alles wat er daarna gebeurt is dankzij Peter van Onne eigenlijk. Dus Cairo Awakened. Het zat in de lucht, ja. Veel mensen denken ook dat als je dan moderne muziek speelt, dat het dan ook wat ontoegankelijker is. Maar eigenlijk is het een heel, misschien nog wel een toegankelijker stuk dan de Brahmse sonaten die we spelen. Het is in ieder geval, de taal is veel duidelijker, het verhaal is ook veel, veel duidelijker. Het is echt wel een stuk van deze tijd. Dan spelen we Bach en Wijnand van Klaveren. Ja, dat is natuurlijk ook op zich wel bijzonder. Bach sowieso op moderne instrumenten. En dan ook nog op de saxofoon en een vleugel. En dat zijn de favoriete symfonia's uit cantates van de vader van Wijnand. Dat zijn twee cantates geworden en daartussen heeft Wijnand een eigen intermezzo geschreven die weer is gebaseerd op die eerste symfonie. Ja, we sluiten af met een improvisatie en dat is echt wel heel bijzonder, want dat doet bij mijn weten bijna niemand. We zijn dat in 2008 gaan doen omdat ik geblesseerd raakte en wilde toch wat spelen. Nou, als je improviseert, dan speel je sowieso niet iets wat je niet kan. Dus dan zijn we gaan improviseren, dat hebben we ingehouden. Ja, dat beviel gewoon heel goed. Het is heel leuk, het is ook heel spannend de eerste keer als je gewoon gaat zitten en je denkt, nou, wat zullen we eens gaan doen en wat zal ik eens gaan doen, maar vooral wat gaat hij daar dan bij doen. En meteen de eerste keer beviel dat zo goed dat we het echt inderdaad erin hebben gehouden. Gewoon elk concert. We hebben een improvisatie bij. En volgens ons is het gewoon een kwestie van lef hebben. Ja. En iets van een link tussen ons twee. Ja, we vinden het allebei heel leuk. Ik zou het ook niet met elke pianist. Ik kan het niet met elke pianist zomaar doen. En jij waarschijnlijk ook niet met elke. Nee. Ja.